Ja. En hoe lang heb je nu al verkering? 2 jaar ongeveer, ja. Oké, okay, nou ja, je kent het spel, het is heel simpel. Wij gaan jou wederhelft een aantal vragen stellen. Jij krijgt een koptelefoon. Vervolgens kom ik daarna bij jou en even kijken wat jij allemaal weet, hè? Ja. Ah, helemaal goed. Nou, we gaan deze relatie kapot maken. Oké, daar komt ie. Met welke voedsel zou hij jou vergelijken? Dat poppetje van WhatsApp. Dat poppetje of van... hoe noemen we dat? Dat peach. Peach? Mm-hmm. Een persik. Mm-hmm. Ben je nou met mij aan het flirten? Want daar lijkt het op. Nee, oké. Okay, dat is... Maar hij met een persik. Hij vergelijkt je met een persik. Oké. Okay. Maar hey, hoezo persik? Hoezo? Dat stuurt hij meestal naar me. Hij stuurt je persik. En wat voor voedsel zou je hem mee vergelijken? Ja. Die paarse. Die paar. Een aubergine? Oké, we zijn goed geschapen, oké. Wanneer hebben jullie voor de laatste keer liefde bedreven? Net. Net? Maar dan tijdens de show gewonnen! Thuis. Voordat we hier zijn. Oké, ik heb nog één vraag. Hier komt. Deze moet je goed over nadenken. Wat zou hij vaker moeten doen? Wat jij mag zeggen. Wat zou hij vaker moeten doen? Romantisch. Maar goed, als je een aubergine hebt, dan maakt het allemaal niet uit. Dan maakt het allemaal niet uit. Nee, toch? Dan maakt het niet uit. Oké. Okay. Yes, bro. Helemaal klaar ervoor. Oké. Okay. Ja, mensen hebben gelachen. We hebben een heel leuk open gesprek gehad. Jullie hebben sowieso een leuke relatie. Oké, Reginelle, daar komt vraag nummer 1. Met welke voedsel zou je haar vergelijken? Zo, jeetje. Er zijn zoveel lekkere dingen. Ja. Ik hou even eten. Wacht. Ja, want jou van eten. Zo. Kijken welke voedsel, jeetje. Kijken. Persik. Hey! Oké. Top. Maar nou voor de bonus. Met wat voor voedsel vergelijkt ze jou? Wat denk je dat zij heeft gezegd? Ik zeg, wat voor voedsel zal je hem vergelijken? Wat heeft zij gezegd? Komkommer? Nou ja, qua lengte scheelt het niet veel. Aubergine. Helaas. Maar wat doen jullie thuis? Biologische boemboem dingen, wat is dit? Oké dan. Hier komt het. Wanneer, Reginelle, hebben jullie het voor het laatst gedaan? Net. Voor de uitzending. Jullie zijn 2 konijnen, echt dit? Maar hoezo konden jullie niet wachten na de show? Jullie wonen samen? Nee, nog niet. Nee. Dus je haalt haar op? Nee, ze kon er mee. Oké. Ze wil gelijk boem boem dingen. Even alvast erin komen, in de sfeer. Oké, dan. Laatste vraag. Wat zou jij vaker mogen doen, Reginelle? Vaker mogen doen? Dat is jeetje minder, joh. Jeetje. Zo. Qua? Qua wat je wil. Wat denk je? wat zegt zij? Nou, dit mag je vaker doen. Kijk. Ik wil iets zeggen, maar... Ja. Bro, het gaat om die laatste award, hè? Voor jullie nachtkastje. Ik denk... Je hoort die vrouw al, hè? Is het wat... Ja!
Ja? Poenie eten. Wow! Wow! Wow!